Het is 5:45 ochtends. We zijn vroeg uit de veren gekomen. We gaan vandaag naar het noorden van het land. Helemaal naar Groningen. Een dag magneet vissen. Nee, niet één dag. Zelfs 2 dagen. We hebben daar een hotelovernachting. De volgende dag gaan we ook weer lekker verder. Er zit alweer een terrorist hier zo aan mijn broek te trekken. Dus zit nou weer op. Hey, ben jij dan in godsnaam aan het doen? Gosh. Nu ga ik eerst een ontbijtje scoren, even rustig gaan ontwaken en een bakje koffie, want zonder koffie kunnen we niet draaien. Nou, alles staat in de auto. Je hebt wat spullen nodig als je zo'n weekend weggaat. Magneten, waadschep, prikstok, camera's. Metaaldetector, misschien ook nog even wat onder water zoeken. We gaan gauw gassen, we moeten 2 uur. Wat verwacht jij van deze dag? Ja, wat verwacht jij van deze dag? Zou ik eens even laten zien wat er al uit is gekomen? Oh nee, dat houden we als verrassing. Oh, dat verrassing. Dat kan je allemaal zien bij Timody. We gaan het nog niet laten zien. We zijn van start. Lekker, lekker weer. Zometeen gaat het pakje aan en dan gaan we gewoon het water in. Ja, uiteraard, uiteraard. Ook met de metaaldetector, toch? Ja, ja, die hebben we ook bij ons, dus aan de spullen ligt het niet. Dus we kunnen alle kanten op. Het wordt prachtig hier zo. Ik heb er zin in, super veel zin in. Nou, als ik nou het uniform van Size Incorp vind hier zo, dan... Nou, kijk nou wat. Autosleutels. Ik loop hier gewoon doorheen en ik heb gelijk autosleutels. Van een Peugeot. Uitgevoerd. Geinig. Dan heb ik nog geen eens de stok eigenlijk echt in het water gestoken. Nee. Zo. Hier langs de zijkant. Dan pak hem gewoon hier. Maar niet zo uit toch? Boom. Dit is een steentje. Hij blijft echt lang onder water, hè? Degene met de grootste mond zit er ook in. Nee, het is het niet. Oh, gelukkig ook maar eigenlijk. Dat had zomaar gekund, man. Dat had zomaar gekund. Dankjewel. Ik ga hameren op de water voor een pint. Nou, 25 is zo. Ik zweer. 25 pond. Nee, maar dat. Ik dacht echt. Voel je onderaan, dat voel je niet goed. Oh. Hey. Hij is bang nou, hè. Dat is kut. Wacht even. Valt er wel wat van te maken, denk je, of niet? Ik zet iets erin. Ja. Dat nummer 10 hier al. Ik heb er van de week al 8 uitgetrokken. Yes, we zijn aan het einde gekomen van dag 1. Ja, yes! Toch al een paar te gekke dingen. Hele zware kluis. Peter, echt respect van, voor jou. Dat je dat zware ding van de bodem afhaalde. Ja, Tim, 18e eeuwse kanonskogel. En nog eentje, een kleiner kaliber. Ja. Welke hoeveel was die rond? Volgens mij rond 5 of zo. Want ik ga er natuurlijk gewoon mee slapen. Kijk, de een die slaapt met een vrouw. Uh-huh. En ik slaap met mijn vondsten. Ja, deze sexy kleine. Ja, maar ja, je zou hem er tegen je hoofd krijgen. Je moet hem maar terugkoppen. Ja, je moet hem niet te koppen. Je moet hem ook niet op je teen laten vallen. Kijk. Dat is klaar met mijn teentje, dat is het oude. Ja, man. Nou, we gaan lekker slapen. Morgen vroeg er weer uit. Lekker ontbijtje, sudorantie, bakje koffie. Oh, heerlijk, inderdaad en, zeg. Ja, dan gaan we weer een magneetje werpen. Ja, op naar de kanon. Yes, welterusten. Doei. Doei. Goedemorgen, daar zijn we weer. Fris en fruitig.
hersensuderans en scrambled eggs, alles, koffie staat voor ons klaar, jongens. Ja, we gaan erheen. Aanvallen! Naar beneden. Aanvallen! Wauw! K98. Zo, ziek. Niet normaal. Bingo! Ik heb er eerder een gevonden. Ja? K98. Ja. Waar net? Gekke dingen. Nummer 2. Zo. Wel een beetje vergaan, maar toch een heel mooie vondst. Ja, het is aan hier. We zijn vast. We zijn los. We zijn los. Hey Jan, dit is een goeie voor het gewicht. Ik heb de letter A gevangen. Ah. Yo! Kun je maar de TikTok aangeven, maat? Ja, is goed, man. Knallen. Ik kom elkaar 98, spij je net uit. Dan gaan we strijden. Hij komt eraan. Dan gaat het beginnen, hè. Je weet het, hè, Mink. Dan gaan we ervoor. Eigenlijk wil ik jou ook het liefste water in hebben. Hier heb je de lange Jan. Jankje. Lange Jan. Holy crap. Een fiets. Ik ga een fietsje aan vast. Oh. Wat een ding, hè? Er liggen twee al drie op elkaar, denk ik. Maar daaronder liggen weer de gekke dingen. Wil je nog even laten zien wat je net gevonden hebt, Jan? Zeker. Kijk. Die is door midden. Oh, die is door midden. Kijk eens. 1, 2, 3. 4. Het ligt er dus wel. Het ligt er dus wel. 5. Een hulsje. En nog een 9 mm. Nog een 9 mm. Kikken zeg. Ja. Zo. Maar die bajonet, dat was wel de klapper. Ja, absoluut. We hopen toch nog even wat anders geks eruit te halen. Ja. Ik hoop voor jullie ook. 9 mm. Ja. Gaaf, man. Ja. Nice. Ja, ik heb ook munitie. Yes. Te gek. Nou is het mijn beurt. Hop. Duits. Ik zie het aan de bodemstempel. Duitse patroon. Hoppa, lekker. Ik ben blij, man. Eindelijk wat gevonden. Hey, guldetje. 5 gulden, hè? Huh? Zo. 5 gulden, 1990. Heel gaaf. Leuk, leuk, leuk. Oh, ik moet mijn camera even oppoetsen, zie ik. Ja, wat is er nou zo super tof aan deze plek? We komen net een geschiedenisleraar tegen. En die zeggen dat in die toren hierachter, dat daar de Duitsers in hebben gezeten. Dus misschien dat er dan toch nog wat grappigs uitkomt. Ja, te gaaf. Dat is dus de toren. Daar hebben ze ingezeten. Ik zal eventjes een beetje hierbij draaien. Ik kan het beter zien. Kijk. Daarboven in die toren hebben dus de Duitsers gezeten. Dus wie weet wat er hier allemaal in het water ligt. Kluisie. Kun je mijn camera even bijdraaien? Ik heb een kluis. Hij heeft een kluis, Pink. Lekker, jongen. Kluzu. Een kluzu. Een kluzu. Ja, ja. Lekker, lekker. Ah. Echt een kluisje krijgen.
Hij ligt hier vlak, kijk eens. Maar misschien dat we het even met z'n tweeën moeten doen. Oh, nou ja, oh, de deur is al open. Ja, dat is jammer zeg. Maar het is er wel eentje. Ja, ja. Mijn vingers ertussen. Hoppa. Helemaal goud. En een mes. Hey. 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 Kijk jongens, dikke vondst hoor. Pikachu, ik kies jou. Pika!